Lammert, het was niet goed, hè? Het was niet goed, hè? Ja, 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 ja. Ik ken alles goed. Ja. Wow, die ene. Ja. Ik kijk jij gelijk in. Ja. Luister nou naar mij. Ik heb gewoon met je moet babbelen, nooit. Elke vrijdag, 1:30, gratis advies hier. Ja. Godverdomme, wat een drukte hè, hier. Normaal staan we hier in het parkeerterrein leeg. Ja. Dus ze komen allemaal voor ons, hè? Ik weet, nee. Ik vrees... Je weet wel wat voor dag het is, hè? Het is Zwarte Vrijdag. Black Friday. Ik heb ook wel wat dingetjes besteld. Ja? Wat dan? Nou, onder andere... Easy Toys? Nee. Ja, dat is meer voor jouw afdeling, toch? Ja, dat klopt. Nee, hoe heet het? Hoi. Hoi. Kerstverlichting. Oh. Was ook 10%... 10% eraf. Wat voor kleur? Lekker kitsch of gewoon nee, normaal? Nee, nou ja, het ging heel hard. Ik heb zo'n grote boom besteld voor buiten. 4 meter hoge boom met van die lichtstrengen, weet je wel. We hebben allemaal in haar een beetje. Ja, en, is dat haar onbekend, hè? Ja, zeker. Als je niet meedoet, dan hoor je niet bij. Ik moet eerlijk zeggen, haar is echt prachtig verlicht. Een compliment voor de winkeliersvereniging haar. Echt schitterend. En een paar de rotonde? Weken. Ja, en de winkelstraat, alles. Echt heel mooi. Okay. Moeten we het ook even over voetbal hebben? Oh ja. Heb jij nog nieuws? Nou ja. Maradona is dood. Ja. Dat vind ik wel het ergste nieuws van de hele week. Ja. Ja. Eén keer was hij hier in de buurt te zien. Eén keer. Maar net over de grens. 1982. 3 augustus 1982 om precies te zijn. SV Meppen, FC Barcelona. Oefenwedstrijd. SV Meppen, club waar traditioneel heel veel Groningers en Drenthe ook komen. Mooie club, mooi stadion. Mooie club. Speelde toen Oberliga. En SV Meppen bestond 70 jaar en toenmalige, hij is ook helaas overleden, toenmalige heer van Zoest, de manager van SV Meppen, die ging naar het bondsbureau in Frankfurt en die zei van ja, voor dit jaar hebben we eigenlijk een mooie oefenwedstrijd nodig. En net 5 minuten daarvoor had de trainer van FC Barcelona, ook een Duitser op dat moment, had gebeld van wij komen weer op trainingskamp naar Nederland, naar Papendal. Wij hebben een oefentegenstander nodig. Hebben jullie een leuke club waar we tegen kunnen spelen? Dus Van Soes die viel met de neus in de boter. En voor 70.000 mark toen moesten ze entree fee betalen. Ja, dat zou 30.000 euro zijn of zo, denk ik. Dus ja, hij heeft het in ieder geval ruim zo eruit gehad. Want toen hij die wedstrijd boekte, was nog niet eens bekend dat Maradona bij FC Barcelona zou gaan spelen. Nee. Dat was pas kort voor dat trainingskamp werd dat bekend. Nou, je kunt eigenlijk best wel zeggen dat dit een van de grootste gebeurtenissen is in de hele historie van SV Meppen. Trouwens, ik dacht dat jij ter ere van Maradona wat trucjes zou doen. Trucjes die grote gelijkenis zouden vertonen met het Life is Life videootje. Dat hij ooit bij Napoli opnam, toch? Ja, maar ik dacht dus dat jij mee zou doen. Maar jij wil helemaal niet meedoen. Nee, maar ik kan het helemaal niet. Nee, ik ook niet. Ik heb mezelf wat overschat natuurlijk. Ik zei het in de dus jij gaat niks laten zien aan de kijker? Nou ja, kijk, het ging natuurlijk zo, volgens mij. Maar hij had de vetertjes los. Weet je dat nog? Hij had de vetertjes los. Ja, zeker. Ik heb de sokjes naar beneden. Ja. En volgens mij stond hij een beetje zo, zo te huppelen. Ja. Op het deuntje van Life is Life. En toen? Zo. En toen deed hij het goed. Ja. Maar hij legde de bal ook in de nek, dat wil ik dan ook even zien. Ja, nee, hebt een capuchon, dus ja, ik heb een nieuwe jas, dat kan natuurlijk niet. Oké. Dat kan natuurlijk niet. Oh, keurig hoor. Ja. Ah, kijk. Nou, dat is toch een mooi eerbetoon. We staan hier over andere grootheid gesproken, mag ik dat nog even zeggen? Arjen Robben staat weer op het trainingsveld. Komt net van de training bij FC Groningen. We mogen nu buiten het hek kijken, hè, op de wielerbaan. En, hij, is dat een ervaring? Of? Kijk wat lastig door die dikke zwarte spelonken. Maar hij was duidelijk zichtbaar in ieder geval en hij heeft een groot deel van de groepstraining meegedaan. Dus de koers is nog steeds ergens in december terugkeren op het veld. Nou, volgens mij ligt hij in wedstrijdverband. Ja. Ja, precies. Ja. Ja, hij is er komend weekend nog niet bij hoor, tegen Willem II. Ja. Alessio da Cruz is ook weer terug, kan nog niet starten. Ik heb nog een tijdje mee gesproken. Maar kan wel weer invallen. Ik denk grotendeels dezelfde namen als vorige week tegen Vitesse. Wat gaat het worden tegen Willem II? Dat wordt wel een mooie overwinning voor FC Groningen, denk ik. Wat is mooi? 3-0. Nulletje of 3? Oh, ik kan het net zeggen. Ja, daar ga ik ook voor. 3-0. Ja. Lammert, ja. 3-0. Nou ja. Zeg het hem niet, dan heeft hij het weer mis. En Emmen.
Emmen, nou ja, ook grotendeels in dezelfde opstelling als vorige week. Ze missen alleen Bernadou, de man die rood kreeg. Niet alleen omdat hij rood kreeg, want die kaart is geseponeerd, maar hij is geblesseerd. Het wedstrijdje heeft hem wat pijn gedaan aan de spiertjes, dus ze willen hem even rust geven. Ah. Had hij anders wel gespeeld? Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Omdat Peña er nog steeds niet bij is? Nee, klopt. Peña traint wel weer mee. Hij liep vandaag rondom het veld rondjes, of gisteren was dat volgens mij. En maar dit weekend nog niet bij. Volgend weekend twijfelgevalletje, maar waarschijnlijk over 2 weken sowieso wel weer. Nou, aan jou dan ook de grote vraag. FCM Ajax, zaterdagavond, 7:15. Hoeveel wordt het? Zal ik positief zijn of negatief? Ja, ik zat erover te denken in de auto hier naartoe. En ik denk van ja, laat ik maar positief blijven. Ik denk dat het 1-1 wordt. Misschien zou je je geld erop inzetten? Nee, of niet? Nee. Heel klein beetje kans dat Ajax wat vermoeid is vanwege de Europese verplichtingen. Davy Klaassen uit voorzorg gewisseld, blind. Ja. Misschien zetten ze een spits als Brobbey erin, weet je wel. Ja, het kan allemaal goede moed geven. Ja, dat zou van hoogmoed getuigen. Dan ga ik wel voor die 1-1 als ze dat doen. Nou ja, ik hoop er een beetje op. Want hoogmoed, voor Emmen natuurlijk. Hoogmoed komt voor laagmoed. Nee. Spreek maar niet. Ik ken het wel, maar het komt even niet bij me in op. God. Nou, toch weer een mooie les van jou. Hoogmoed komt voor de val. Dat klopt inderdaad. Hier, geef je Visma. Ja. Dan gaan we afronden. Zal ik hem eens een keer gooien voor de verandering? Ja.